vertel over een team. Fever wil ze heel graag zingen. Een hele mooie muzikale uitvoering. Hier is Rochelle. You give me fever, yeah. When you kiss me, a fever. When you hold me tight, you give me fever, yeah. When you're with me, a fever. When you're loving me, ba-da-da. Your arms around me, I get to fever. That's too hard to bear. You give me fever when you're with me. A fever when you hold me tight. You give me fever when you touch me. A fever all through the night. My baby's so damn sexy. My baby put the fever on. Dit is jouw eigen keuze geweest, dit nummer. Ik vind het te gek. Ik vind het een heel mooi nummer. Het past bij je stem en het arrangement met deze live band was fantastisch. Alleen de opening al, met dat licht, dat tegenlicht en hoe jij daar staat en hoe je zo relaxed op je blote voeten komt aanlopen. Ik was gewoon jaloers dat jij dat wel kan en ik niet, met mijn 1,20 meter. Nee, Rochelle, echt heel mooi gedaan, een geweldige opening. Ik ben echt heel blij dat het niet aan ons is vanavond, maar aan de kijkers thuis, want ik zou het echt niet weten. Allereerst, Erik, wat een geweldig arrangement. Wat een geweldig arrangement. En dat het lukt met zo'n lied, wat, nou ja, dat is natuurlijk al heel vaak gedaan door anderen, om dat toch weer heel anders te maken. En schat, wat zie je er weer lekker uit. Wat zie je er mooi uit. En wat kan je toch heerlijk zingen. Ik vond het een fantastisch eerste nummer. Echt heel goed gedaan, Rochelle. Dankjewel. Ja, Rochelle, we staan dan in die finale tegen Adelicious. En ja, dan hebben we zo'n spetterende opening gehad. Dan is het toch altijd even moeilijk om met zo'n liedje, wat toch een, ja, het is een heerlijk te gek nummer, het fantastisch arrangement. Jij zingt het ook helemaal super. Maar ja, dan merk je toch dat zo'n opening zo'n enorme impact heeft, dat je daarna toch een beetje terughoudend bent. En dat heeft niks met jouw kwaliteiten te maken, want dat is helemaal te gek. Alleen, ja. Ik had, als ik jouw coach had geweest, had ik gewoon een uptempo stuk er tegenaan gegooid. Maar weet je, je moet niet al je kruid verschieten in het begin. Dus ik wacht gewoon lekker af. Nou ja, en verder vergeet Gordon toch een beetje te zeggen hoe goed het muzikaal eigenlijk was. Want ja, een knallende opening, die hebben we gehad. En dan moet je inderdaad, door. En ik vind het juist te gek om met iets te komen wat muzikaal hoogstaand is. En dat heb jij gedaan. Dit was echt bijzonder. Dit is niet makkelijk. Sterker nog, het is extreem moeilijk. En ik vind dat je het fantastisch gedaan hebt. Echt geweldig. Yes. Je ziet Kimmy Viva. En er is nog een diddle voor je op het podium gebruikt.
Dit was je eigen keuze, hè? Ja, dit was mijn keuze. Is het de reden ook dat je dan op blote voetjes gewoon heerlijk op je gemak hier het X-Factor podium op komt lopen? Ja, in verband met dat trapje daar dacht ik vanavond mijn manier. En vandaar de blote voetjes. Groot gelijk.